Nou, welkom allemaal. We zijn nu weer bij een volgende video die we gaan ontleden. Dit filmpje gaat over demonen die in dat klinkt misschien heel eng en heftig. Is het eigenlijk enigszins ook wel. Maar dan specifiek over demonen die in Amerika zijn en waarvan hij zegt, zeg maar, dat het eigenlijk bijna erger is dan Sodom en Gomorra. Wat voor de vele christenen waarschijnlijk wel bekend is in de Bijbel, Sodom en Gomorra. Was zeer slecht aan toe toen de tijd. Veel afgoderij, veel seksuele immoraliteit. Allemaal praktijken, offers van kinderen aan Molech, Baal, onder andere. Dat is natuurlijk allemaal heel heftig. Nou, zegt hij niet specifiek dat dat ermee gebeurt, maar op dit moment gebeuren er gewoon heel veel extreme of heftige dingen in Amerika van mensen die bepaalde dingen doen. En die gaan we hier in even kort belichten, toelichten, ook met het oog van, we zijn hier natuurlijk in Nederland, het is dan in Amerika, maar zoals vele dingen die in Amerika vaak beginnen, komen die helaas vaak ook hier. Kijk maar naar bijvoorbeeld Halloween. 10 jaar geleden vieren we nooit Halloween. Hier in Nederland, we hadden er wel eens van gehoord, maar dat was een Amerikaans ding. Kijk nu hedendaags, afgelopen jaar, enorm groot feest, Halloween. Dus helaas zijn dat dingen die overkomen en daarvoor wil ik mensen ook waarschuwen en bewust van maken van deze dingen. Wat nu in Amerika afspeelt, maar wat potentieel ook hier in Nederland zou kunnen komen. Dus ja. Peace and blessings, man. Peace and blessings. This video I'm about to share you guys is very eye-opening. It's 100% proof that we're living in the last days. And it's very, very disturbing. So I'm going to let you guys know before you watch it. If you don't want to watch it, don't make it pass. It survives a bit of a Bible verse where it says that Babylon has become the house of devils. Okay? Demons have completely taken over America. Hij vertelt hier over Babylon, wat de meeste mensen natuurlijk wel bekend mee zijn. Dit gaat staat in Openbaring 18, vers 2 tot en met 4. En hij schreeuwde in een machtige, sterke stem. Babylon de Grote is gevallen en is een plek geworden wat bewoond wordt door duivels en vuile of vieze geesten. Dat het vies is en dat het haatvol is. En alle naties hebben van deze wijn gedronken en zullen de wreedheid hiervan ervaren en meemaken. Want de koningen van de aarde, dus de leiders, hebben zich hiermee ingelaten. En eigenlijk een soort van straf. En hij staat onder andere, en ik hoor een andere stem van de hemel zeggen van, kom uit haar, mijn mensen, dus dat is de stem van God, die tegen mensen van Israël, de christenen, spreekt en zegt van, kom hieruit. En neem je niet deel aan deze zondes en je zal niet deze plagen hoeven te ervaren. Nou, hij benoemt het dus nu specifiek voor in Amerika. Maar er zijn ook dingen die misschien binnen Nederland langzaam naar binnen aan het zijpelen zijn van Amerika. En daarmee wil ik mensen die dit ook kijken, wil ik hiervan bewust maken en hopelijk aanmoedigen om net zoals deze mensen te zijn die hier niet aan mee gaan deelnemen of dit gaan accepteren en hier ver weg van blijven. Everywhere. You know, we all know Babylon is America, everyone knows that, and we can clearly see that Bible verse is happening today. I mean, people saying they're on demon time, but people, it's like, it's cool to be a demon, it's cool to be a devil. So the darkness outnumbers those who are under light. It's only a chosen few, but look what they're doing to these children, man. The Bible even says to train up a child when they're young, so when they grow older. Ja, wat hij hier onder andere zegt is, van vooral in Amerika wordt er veel gezegd dat het cool is om, ze noemen dat demonentijd. Dat is dan een beetje voor de jeugd, om wat te zeggen van, ik ben op demonentijd. Dat zijn dingen die ze zeggen, of de duivel is cool, of het is leuk. Zo wordt het een beetje gebracht en gepromoot en daar wordt veel jeugd wordt daar zo op die manier mee beïnvloed.
Ik ben even de naam vergeten van Proverbs. Maria, weet jij nog wat Proverbs was? Spreuken. Spreuken, als het goed is. Spreuken 24. Er staat onder andere op. Train een kind in de manier van waar hij zou moeten gaan. En wanneer hij oud is, zal hij hier niet van wijken. Dus, wat hier onder andere mee gezegd wordt. En dan zul je afvragen, waarom wordt het nu specifiek gezegd? Omdat heel veel dingen tegenwoordig van de duivel gefocust is op kinderen. En dat is de reden waarom dat hierin benoemd wordt. En ook van wat ik net zei, van de dingen die jeugd zegt en de dingen die ze zien en doen. Specifiek de duivel richt zich op kinderen. Waarom? Op dit stukje. Omdat de jeugd die ingelaten wordt met bepaalde ideologie van normen en waardes. Die wij als christenen misschien niet delen, maar die de wereld wel deelt. Dat de jeugd dat opneemt en vervolgens daar niet van zal wijken wanneer hij ouder wordt. De oudere mensen van de huidige die op dit moment leven en die bijvoorbeeld christelijk opgevoed zijn, zullen met de vergelijken die hierin straks terugkomen, zullen denken van oh nee, daar wil ik ver weg van blijven. Maar voor de jeugd die op dit moment aan het opgroeien zijn, die weten niet beter. Die hebben niet iets anders gezien. Die kunnen misschien van de ouders horen van jongens, dit is niet de manier. Maar die groeien in mij op. En dat is precies waarom dat de duivel deze jongeren juist uitzoekt, zodat hij hun kan verpesten in de toekomst. Daar is je op uit. They want to part from it. And we're clearly seeing that Satan is training up these children to be reprobates, to be a reprobate in mind. Okay, so watch this clip, man. Ja, nou ja, zoals je hier ziet, je zag er dus net kinderen spelen. Je ziet hier, dat noemen ze tegenwoordig een drag queen. Wat inhoudt, dit zijn mannen die zich aankleden in vrouwelijke outfits. Met pruiken, met make-up. In, nou ja, zoals je ziet, weinig of nogal doorzichtige of strakke kleding. En hier zitten gewoon moeders, ouders met hun kinderen zitten hier, terwijl deze mensen bij wijze van bijna een soort van aan het strippen zijn en aan het dansen zijn, of hoe je het ook maar wil noemen, voor deze kinderen. En dit is dan in Amerika, maar dit persoonlijk hoor, als ik zelf kinderen, ik heb geen kind op dit moment, maar als ik een kind zou hebben, zou ik absoluut mijn kind hier niet publiekelijk aan te laten tentoonstellen. Dat die dit zou moeten aanzien. En deze mensen zitten hier gewoon. Die vinden het leuk, moet je kijken. Die vrouw zit een beetje op de telefoon. Die zit allemaal een beetje te lachen. Vindt het allemaal interessant. Nou, ik vind het verschrikkelijk persoonlijk om te zien. Ik walg er ook echt van. En ik wil ook de mensen, zeg maar, die dit op internet kijken. Van misschien schrik je hiervan. Dit is dan in Amerika. Maar persoonlijk zou ik niet verbaasd op kijken. Dat dit misschien over een half jaar ook gewoon in Nederland gebeurt. En dat we ditzelfde mee zullen maken en dat er gewoon normaal naar gekeken wordt. Dus ik hoop dat mensen hier bewust van worden van dat dit echt een gevaar is. En ik wil ook echt mensen zeggen van pas op die kinderen met wat ze zien en wat ze doen en waar je ze aan laat blootstellen, want dit is echt een gevaar. So this is living proof that. Ja, nou ja, zoals ik dus net al zei van, ja, dit zijn dingen die ze gewoon publiekelijk tentoonstellen. Mensen kunnen het gewoon zien. Ik weet niet precies wat precies de context is of de setting is, maar alsnog, er zitten allemaal kinderen en volwassenen met hun kinderen zitten hier gewoon bij. Die zien dit. Dit lijkt mij echt een hele slechte invloed om onze kinderen aan bloot te stellen. En wat eigenlijk niet alleen onze kinderen zijn, maar kinderen van God, om niet te vergeten. Het zijn gewoon
iedereen is Gods kind en die worden hieraan blootgesteld, wat eigenlijk gewoon, nou, duivels eigenlijk. Ik zou het niet anders kunnen omschrijven dan dat, want dit is niet van God, verder weg. We're living in Sodom and Gomorrah, modern day Sodom and Gomorrah. Now I always wonder, like, how do they allow all this wickedness to happen? Now I see why. It's all through the program, and the Bible says there's nothing new under the sun. It even says, like I said earlier, that train up a child will. Ja, wat hij hier ook zegt van de, in de Bijbel wordt onder andere genoemd van er is niks nieuws onder de zon. Dit was vroeger natuurlijk zo in Sodom en Gomorrah, misschien niet op deze manier, want toen was er nog geen internet, toen was er nog niet bepaalde kleding die er misschien nu wel is. Maar de principes en ideeën erachter zijn hetzelfde. Dit is dus precies de reden waarom dat God hun zo gestraft heeft. Dat hij gezegd van genoeg. En dat hij Babylon kapot heeft gemaakt en de volk heeft verspreid. En omdat nu, na zoveel jaar, is het eigenlijk weer terug. En daarom zegt God ook in zijn woord, er is niks nieuws onder de zon. En hier staat ook van in Openbaringen. Dat is best wel een heftige uitspraak in Openbaringen 11, 18... tot en met vers 8. En hun dode lichamen zullen liggen in de straten van de grote stad, die spiritueel wordt genoemd Sodom en Egypte, waar onze Heer was gekruisigd. Nou, dit is eigenlijk een oordeel van God en een profetisch woord van wat komen gaat in de toekomst. Zo gaat, dit is de manier hoe God erop gaat antwoorden. Op deze dingen die nu worden laten zien. Die net op dit filmpje was. Dit is één voorbeeld van wat er gedaan wordt. Maar dit is uiteindelijk het resultaat van hoe God hierop gaat reageren. When young and then when they grow older they won't depart from it. So this is what we're seeing right now. Was happening before us. They do the same thing to us. And if this is happening in your city when you have the drag queens doing this to children. We have to start pulling up. We have to start holding people accountable. Like this happened in my city, I'm pulling up, I'm talking to these parents, I'm talking to the drag queens. Listen, if you guys want to. Ja, waar het onder andere staat hier een stuk van in de Bijbel en het gaat specifiek over wat ik net zei van er is niks nieuws onder de zon. En van elk ding waarvan wordt gezegd van kijk, dit is nieuw, dat was er al vroeger al voordat wij er überhaupt waren. Dus om dat ook te zeggen en wat hij zelf persoonlijk zegt. Vanuit zichzelf is als hij dit in zijn eigen stad zou zien of op zijn eigen plek, dat hij dan ook de persoon zou zijn die erop af zou stappen, die met de mensen zou praten, zo van joh, weet je, prima dat jij dit wil doen, maar waarom moet dit aan jonge kinderen worden gelaten zien? En ik weet niet of dit in Nederland komt, ik ben er enigszins een beetje bang voor dat het misschien ook zou komen, maar ik wil ook echt mensen vragen van die dit online kijken, die dit nu die terug gaan kijken. Dat mocht dit gebeuren, zou ik ook echt willen vragen van jongens, zeg er wat van, praat ervan, laat het niet, accepteer het niet. Open tenminste iets vorm van kritiek, waarschuw anderen, want dit is echt verschrikkelijk. Do the drag queen stuff, dance, twerk, that's you, but doing it around children, why is it children and all the audience you could target? Why are they targeting children, guys? Because Satan wants to get the children, because they're the future. Wat hij hier ook zegt, en dat vind ik ook echt heel goed, van weet je, van alle mensen die je hier als doelgroep zou kunnen hebben, waarom specifiek kinderen? Ja. Moet je afvragen. En, ontvankelijk. Ja, nou ja, maar ja. Wat dus net in de Bijbel stond, de duivel wil dus de kinderen hebben. Ja. Dat is het hele idee erachter. Ja. En daarvan moeten we onze kinderen, moeten we daarvan behoeden. Dus vandaar ook dit filmpje. Okay, so if the future is going to accept this type of stuff, man, I'm telling you, wickedness is going to be at an all-time high. It's going to be reprobates everywhere, bro. So we have to start holding people accountable. This is, I don't know where this is at. Someone just shared me this video on Twitter. But I best believe, guys, if this is in my city, I'm pulling up, bro. Because this is sad. This is Sodom and Gomorrah. It's only going to get worse. I hate to tell you all that it's only going to get worse. But it's true. Sin is going to continue increasing. Demons are going to continue increasing. People are going to be willfully given over to, you know, a reprobate mind. You know, the Bible says that God has gave them over to a reprobate mind. They didn't give themselves over. God gave themselves over because they were burned in their own lusts, man. So, I mean, when I watched the video, guys, it did something to my spirit, man. I got so mad and like. Yeah. Ja, wat hij hier ook zegt van, dit is helaas een soort van voorbode
van als we denken van ja, het is misschien nu nog niet, of dit zal wel het ergste zijn. Hij zei van, wat hij ook zegt en wat ik ook echt in geloof, van dit is soort van het begin nog. Van, het gaat nog veel erger worden dan dit. Maar als dit komt, dan weet je al dat we al heel ver zijn. Van dat we al ver zijn gezakt als kinderen Gods. Niet per se omdat wij er per se aan mee deelnemen, maar iedereen is kinderen van God. Of voor degenen die nu niet geloven, dat zijn, blijven alsnog de kinderen van God en dat doet hem alsnog pijn. Dus wij wijzen een ander er ook echt op dat dit echt niet kan. But it's like, what can we do, you know? Satan's gonna do what he does, and it's like, I just hope that these children, you know, pray for these children, man, because they don't know any better. It's their parents that are putting them in that, you know? And no father in the household, you know, it's the age of single mothers, it's the age of the divorce rate over 70%, and there's no man in the household to tell the children the right way, and there is some fathers who are okay with that, so. Yeah, what hij verder ook zegt is van, hij heeft het natuurlijk over scheidingen. Scheidingen zijn op recordhoogte op dit moment. De cijfers liegen er niet om. Ze zijn veel hoger dan 10, 20 jaar geleden. Alleenstaande moeders zijn een stuk hoger. Mannen die niet goed hun gezin leiden. Dus ook voor de mannen die dit kijken en misschien denken van oh, dit valt wel mee. Nee, dat valt niet mee. Als man en hoofd van de familie moeten wij dit niet toestaan dat onze kinderen hieraan blootgesteld worden. Als man, vrouw zijn, dat maakt niet eens per se uit, maar zeker als man niet, van hier moeten we tegen ingaan. Man, we need Jesus, man. And these children need him too. So I hope you guys saw this message. And if you guys, this happens in your city, pull up, bro. We gotta start holding people accountable. It's like this new age of Christianity is a joke. No one wants to speak up. No one wants to say anything. No one wants to be offensive. But even Jesus tells us that. Blessed. Hij vertelt ook van dat we, wat ik net ook vroeg, van ga er tegenin. Maak het bespreekbaar. Accepteer het niet. En het staat ook in Matthäus. En gezegend is hij die zich niet zal schamen voor mij. Dus die Gods woord uitdraagt, die zegt en doet waar God voor staat. En niet bang is voor de mensen, wat de andere mensen van hem vinden. Dat hij daarvoor gezegend zal worden. En in zekere zin geldt het ook als ons christenen, als wij tegen de wereld, de wereldse mensen, zeggen van jongens, dit kan echt niet. Dit willen we niet, dit is slecht. This is a person who's not offended because when Christ was preaching, when it's his ministry, he was offending people because that's what the truth does. But you gotta be bold, man. Be bold as a lion. I love you guys so much. Like and subscribe, man. Peace. What's up, family? Ja, nou, dat was dit filmpje. Ik hoop dat ik wat mensen heb kunnen wakker schudden. En dat de boodschap duidelijk is. Volgens mij is je waardig duidelijk. Ik wil jullie bedanken voor jullie aandacht. En tot het volgende filmpje.